Dit is wel het meest extreme interview wat wij ooit hebben gedaan, denk ik. Dit is So Social, de Songtext Exclusive Editie. En dat kwam er heel vloeiend in één keer uit, vond je niet? Ik vond het best wel knap ook. Ja. Waar wij aan de hand van songteksten meer proberen te weten te komen over bands of artiesten. Hier zo vergezeld in de sauna bij Bunschoten, De Staat. Yeah. Lekker hè? Torre en Rocco van De Staat. Ja, songteksten dus. Wie van jullie zit het diepst in de songteksten als het gaat om De Staat? Ja, daar ben ik wel denk ik, want ik schrijf ze. Dus ja. Daar zit ik er best wel diep in. Ja. Maar jij zit er soms ook wel diep in, vind ik. Ja, ik probeer altijd kritisch te zijn, hè. Want hij denkt dat hij overal mee kan wegkomen, maar ho. Dan gaan we even de diepere lagen ga ik dan proberen te ontdekken. Wat rijmt er op dog? Frok. Ja, frok. Als ik jou vraag naar de beste tekst van Torre en misschien wel de tekst waarvan je denkt, met terugwerkende kracht, mooi, had niet per se gehoeven. Nou, van de nieuwe plaat... vind ik Level Up een hele leuke tekst. Ik vind het leuk als teksten van Torre dat hij iets over zichzelf vertelt. Dan moet je wel een beetje graven misschien, maar ja, dat is niet erg. Je moet helemaal van huilen. Emotie. Ja. En een tekst waarvan je denkt, wauw. Eens even denken. Ik moest wel even wennen aan me-time. Dat beetje dat gebrul en zo. Door welke band is de volgende tekst geschreven? Komt-ie. Bitches, schud die billen dan. Buma is gevaarlijk, dus ik koop er 1000 pillen van. Dit is Imka, toch? Marine, nee. Dat is de juf tegenwoordig. Ja. Buma in mijn zak. Ik vond dat een toptrack. Ja? Waarom? Ja. Omdat het gewoon, het is een soort... Ik vond het toen een soort van iets mysterieus hebben. Van, wat bedoelen ze nou precies met die Buma? En ik dacht, het zijn een soort drugs, een nieuw soort drugs waar ik achteraan moet. Nee, het ging gewoon om de centjes in de portemonnee van de rechtenorganisatie. Nou, dat is toch mooi, als je daar toch een liedje over maakt. En het is ook nog, vervolgens komt de self-fulfilling prophecy van de jeugd tegenwoordig is het eigenlijk. Ja. Menig band zou ik zeggen van het is ingewikkeld, niemand gaat die snappen. Ah, nee. Het is... Jij snapt het in eerste instantie, snapte jij het ook niet, toch? Ja, maar toen was ik nog jong. Ja. Ik een buurman kreeg en jij niet. Ja, precies. Oh ja. Ja. Okay. Dit is wel het meest extreme interview wat wij ooit hebben gedaan, denk ik. Wat denk jij? Dat denk ik ook, ja. Het meest koude. Ja. Maar hoe is het met je vingers? Slecht, ze breken af. Dan maken ze wel even warm voor straks dan. Waar? en hoe? Waar? Je vingers? Ja. Ja. Je weet wel waar. Juist. In. In jouw gehemelte misschien. Oké, ronde 2. Dit is zeg maar de ronde waarin we artiesten als debielen inschatten. Welke van de volgende tekst is van jullie? Ja. Is dat tekst 1? Let's see what the vegetable will reveal. At the same time, I'll ask your God to kneel. Of is het de tweede tekst? I know there's nothing in this life I have done. And put my heart into. It ain't easy living on the poor part of town. Die eerste, moeilijk. Eerste. Klinkt wel echt eerste. Belachelijk, maar dat is hem wel. Ja. Ja, die eerste is van jullie. Ja. Weet je nog waar we die hebben geschreven? Dat was onderweg in onze oude Sprinter, Mercedes Sprinterbus. Inmiddels afgeschreven. Rest in peace. Op je iPhone notities was je dat aan het... waren we gewoon woorden aan het verzinnen die rijmden. In de tekst wordt gebeden voor meer seksappeal. Zijn die gebeden verhoord? Kijk eens goed naast je. Oh. Lullig. Dat was lullig, hè? Ja. Ik denk eigenlijk niet dat het seksappeal is. Ik denk gewoon dat ik af en toe herkend word. Wat vaker misschien. Er zijn veel artiesten die dat wel verwarren met seksappeal. Ja, dat klopt, ja. Mensen ook al, hoor. Die denken dat de roem of bekendheid dat je beter maakt. Maar dat is niet zo. Een stukje in de tekst gaat ook over bidden en God wordt aangehaald. Zijn jullie gelovig? Nee, ik ben niet. Nee. Ook niet opgevoed. Ik geloof wel in mijn eigen ja. Bubbel. Wow. Daar geloof ik wel in. Was even een shout-out to Bubblegum, onze nieuwe album. Nu uit. Te koop. Streamable. Ik denk dat je vooral in jezelf moet geloven. Niet eens in je eigen bubbel, maar gewoon in mensen. Je moet gewoon in mensen geloven. De goedheid van de mens. Nou, niet in de goedheid. Gewoon, dat bestaat niet, goed en slecht. Worden zwakker, weet je wel. Maar... dat is, nee, geloof gewoon in mensen en dan komt het wel goed of niet, dat bestaat niet, dus het gebeurt gewoon. Ronde!
Waarom schreef ik dit, is dan de vraag. Dan komt er nu een tekst. Waarom schreven jullie dat? Follow the tweeter, the red red nosed leader, the great white 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 preacher, third world leecher. Kitty Kitty, waarom werd dit geschreven? Het is geïnspireerd op Trump en zijn hele campagne en alle media daaromheen. Dus ik heb heel veel elementen gepakt uit die tijd. Wat ik van die woorden die terugkwamen in de campagne of mensen die daar omheen zaten die dingen zeiden en, of kenmerken. En in dit geval, even kijken wat heb je staan. Follow the tweeter. Nou, dat slaat op Twitter. The red, red news leader. Dat slaat op de rode stropdas van Trump. En news is een strop, dus dat vond ik wel leuk. En the great white, white, white preacher. En dat werd heel erg nadruk gelegd op wit, zwart, huidskleur en dat soort dingen. En third world leader. Klein beetje politiek erin. Derde wereld een beetje extra leeg trekken. Hè? Lekker, hoppakee. Tot de laatste druppel. Kijken wat er nog meer... Hè? Jullie zijn heel pro-Trump dus, begrijp ik. Ja, geweldig. Geweldig. Charisma. Hè? Dat vind ik ook leuk aan hem, ja. Stel, Trump nodig jullie uit om te zeggen van... Nou ja, ik zou wel een leuke huisband willen hebben voor een feestje... en laten we dan over onze meningsverschillen gaan praten. Oh, absoluut. Ja, let's go. Zeker weten. Ja. Al eerst je neus peuteren voor zo stiekem voordat je hem een hand geeft. Ja. Klein grapje. Jouw neus eerst afvegen en dan... Oké, zojuist is mij ingefluisterd dat het heel sympathiek is om jullie nu ook op camera nog even te bedanken. Dus bedankt. Graag gedaan. Vond je deze video leuk? Nou, A, dan delen wij die mening. En B, like, deel, subscribe, reageer, et cetera.